Ik ben een ontzettende filmfreak. En ja, dus dat was inhoudelijk sloot dat gewoon heel erg aan. En dat in combinatie met de universiteit die je vrijheid en zelfstandigheid biedt, maakte deze studie een hele logische keuze. Ik heb gekozen voor deze studie omdat ik nieuwe media heel interessant vind, ook met het oog op de toekomst. Ik heb voor een universiteit gekozen omdat ik HBO te praktisch vond en ik wilde gewoon theoretisch bezig zijn met mijn studie. De samenleving kan eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer losgezien worden van media. En media moet je denken aan je mobiele telefoon, aan een computer, radio, televisie, internet, film. Het hoort er allemaal bij. En bij media en cultuur kijken we daarnaar. Aan de hand van aan de ene kant hoe media gemaakt worden, het productieproces, wat er in die media staat, de inhoud. Maar ook hoe die inhoud gebruikt wordt door mensen, het mediagebruik. Die mannen zijn in één keer heel kort heel beroemd en die werd lekker eigenlijk vertaald naar... Toen ik begon met de studie wilde ik het lekker rustig aandoen en daarnaast veel praktijkervaring opdoen, want dat zit niet echt in het studieprogramma. Alleen naarmate de studie vorderde, ja, merkte ik toch dat ik dat onderzoek doen zo ontzettend leuk vond, dat ik een beetje mijn innerlijke nerd heb gevonden. De studie wordt vaak bestempeld als een pretstudie en dat is aan de ene kant ook zo, want de objecten die wij bestuderen zijn heel leuk. We hebben het over film, over nieuw media, maar het is wel een academische opleiding waarbij de nadruk ligt op kwalitatief onderzoek. Dus dat is ook wel zwaar. Daar moet ook wel rekening mee gehouden worden. Ik doe eigenlijk twee soorten onderzoek. Aan de ene kant kijk ik naar mensen die media maken. Dan moet je denken aan journalisten, creatieve reclamewereld, film- en televisieprofessionals, mensen die videospelletjes maken. En dan ben ik gewoon benieuwd naar hoe zit hun loopbaan, hun carrière, hun leven er eigenlijk uit in die media. Aan de andere kant kijk ik in wat bredere zin naar hoe de samenleving verandert door de manier waarop we met elkaar in media omgaan. Dan moet je dan denken aan dat we bijvoorbeeld meer met elkaar praten op Twitter en Facebook dan bijvoorbeeld op het schoolplein of in de kroeg. Ik vind de analysevakken rondom nieuwe media erg interessant, want je krijgt daarbij de tools aangereikt om een goede kritische analyse te kunnen maken van nieuwe mediaobjecten. En daardoor leer je echt op een andere manier te kijken naar de wereld. Als filmfreak heb ik uiteraard voor de richting film gekozen. En het leuke daaraan vind ik de combinatie van analyse en theorie, waardoor je op een andere manier naar films leert kijken en leert begrijpen waarom het werkt en hoe het mensen kan raken. Ik ben hier begonnen als stagiair, toen het nog het Nederlands Audiovisueel Archief heette. In 2006 is de naam veranderd naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben met name bezig met het initiëren van allerlei nieuwe projecten. En dat doen we altijd met partners in het buitenland, bijvoorbeeld met BBC of binnen Nederland met het Rijksmuseum of met de Koninklijke Bibliotheek. En die projecten hebben gemeen dat het gaat over innovatieve toegang tot erfgoed. De opleiding Media en Cultuur is voor mijn werk heel belangrijk. Het heeft me sowieso een netwerk, academisch netwerk opgeleverd. En ook de intellectuele bagage om de onderzoeksagenda uit te voeren. Na de studie Media en Cultuur kan je eigenlijk op drie manieren aan de slag in de samenleving. In eerste instantie kan je natuurlijk gewoon terecht bij mediabedrijven, in de media-industrie in het algemeen. Aan de andere kant kan je door als onderzoeker op de universiteit, dan wel voor onderzoeksbureaus, marketing, associaties en dergelijke. En als derde kan je eigenlijk overal aan de slag, want er is geen enkele sector in de samenleving, in het bedrijfsleven, die nog los van media staat, die nog zonder media iets doet. Ik wil graag de Research Master afronden omdat ik goed wil worden in onderzoek doen. En daarnaast zou ik heel graag nog een Master Informatierecht willen afronden, omdat ik denk dat dat echt hele interessante mogelijkheden gaat bieden in de toekomst. Mijn echte passie en droom is een televisieprogramma ontwikkelen over films. En die innerlijke nerd begint toch ook wel steeds meer te kriebelen. Dus misschien eindig ik wel in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ik kijk eigenlijk gewoon wel even wat er op mijn pad komt.